En hallo mensen, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney en ik ben hier vandaag in mijn kamer. Ik ben niet in een game en ik kom ook niet in een game vandaag. Waarom? Het is heel simpel. Ik ga het jullie even rustig uitleggen, zonder haast, zonder stress. En dat is eigenlijk een hele simpele reden. Ik wil jullie eigenlijk gewoon gewoon een gelukkig nieuwjaar wensen. Ik weet dat de zaakjes vorige week, vorig jaar, gezegd heb van gelukkig nieuwjaar, gedoe, beste wensen. Jullie kennen het standaard regeltje wel. Maar het is toch heel erg, weet je, het is nu de zaakjes 2017... En weet je, iedereen vat zijn jaar samen. Iedereen begint weer met goede dingen voor het volgende jaar. En dan heb ik zoiets bij mezelf. Gaat positief het nieuwe jaar in, weet je? Dat is belangrijk. Ik zit niet lekker. Ga positief het nieuwe jaar in, weet je? Dus stel, als je dat leuk vindt of als je dat nodig vindt, goede doelen. Of goede voornemens, niet goede doelen, goede voornemens. En kom die ook na of ga wat leuk doen. Weet je, een jaar, weet je, het komt erop neer. Een jaar is over het algemeen gewoon voor iedereen positief. Daar zit een beetje altijd een beetje dalen in, een beetje pieken. Maar over het algemeen is een jaar voor iedereen altijd wel positief. Maar dan zag ik laatst een video van iemand. Ik zal zijn naam niet noemen. Ik zal niet boos worden. Ik denk niet dat jullie hem kennen, maar dat maakt verder niet uit. En die had een video gemaakt om het feit dat hij eigenlijk, hij schreef het eigenlijk zo dat zijn jaar, zijn complete jaar, zijn hele complete jaar, gewoon dus helemaal bolletje rond. Zijn complete jaar was gewoon kut. Ik kan me niet voorstellen dat je hele jaar kut is. Dat kan ik me niet voorstellen. Er is toch wel iets wat leuk was aan het jaar. Of wat je goed gedaan hebt. Of iets. Of was het desnoods alleen maar je verjaardag, weet je? Misschien was alleen je verjaardag maar leuk. Misschien was de rest van het jaar was misschien wel verschrikkelijk. Misschien was alleen al je verjaardag leuk. Dan is er in ieder geval iets in het jaar wat je leuk vond of wat leuk was voor jou. Dan kan ik me dus niet voorstellen dat je een heel jaar samenvat wat is negatiefs. Ik zou het niet kunnen, ik ga het niet proberen, want ik kan dat niet, dat weet ik van mezelf. Ik ben daar voor mijn doen te positief voor ingesteld, vind ik zelf. Maar dan vraag ik me toch af, waar gaat het dan fout? Wat moet er allemaal gebeurd zijn? Ondanks dat ik natuurlijk weet dat hij verteld heeft. Wat moet er gebeurd zijn voordat je hele jaar negatief is? Je hoeft er voor mij niet over na te denken, dat hoef je helemaal niet te zeggen. Het is alleen mijn gedachte die ik hard op uitspreek, zeg maar. Wat moet er gebeuren voordat, weet je, hoef je niet over na te denken. Laat het gewoon lekker zitten, vergeet het allemaal maar. Maar dat is meer mijn vraag aan jullie, weet je. Ik wens jullie, ik heb ook een vraag, maar eerst even dit. Ik wil jullie in ieder geval een voorspoedig en heel gezellig en leuk en vrolijk 2017 wensen. En dan ben ik ook heel benieuwd naar jullie. Van, weet je, mijn vraag dus, zoals ik zei, mijn vraag. Wat was voor jou 2016? Wat maakt voor jou 2016 als jij terugkijkt op 2016? Als jij denkt aan 2016, iemand zou je ooit vragen, wat heb jij in dat jaar gedaan? Wat zeg je dan? Zeg je dan iets heel positiefs of juist niet? Van ik ben samen gaan wonen of mijn ouders zijn gescheiden. Verzin iets, weet je? Wat zou jij vertellen? Daar ben ik. Het hoeft niet te persoonlijk te zijn. Het kan ook heel simpel zijn. Ja, maar je verjaardag was leuk. Weet je, het hoeft niet heel erg diepgaand te zijn. Maar dan ben ik heel erg benieuwd, wat maakt jullie jaar nou leuk zoals jullie jaar was? Of juist niet? Want voor mij persoonlijk, misschien hebben jullie er niet zoveel, maar ik heb een nieuwe kamer. Dat hebben jullie misschien ook wel gezien. Ik zit in een andere kamer in 2015 over het algemeen. Want ik ben ergens in december ben ik 2015 deze kamer naartoe gegaan. Maar ik zit dus ongeveer bijna een jaar. Valt heel goed trouwens. Maar weet je, dat was voor mij een heel positief punt. Een nieuwe kamer, weet je. Dus nieuwe spullen, nieuwe, weet je. Dat bevalt mij heel. Dat is voor mij heel. Dat is voor mij echt een goed punt. En bijvoorbeeld dat je, weet je, dat je het volgende schooljaar haalt. Dus het is niet per se bijzonder, denk ik. Maar het is wel leuk. Het is positief. Dat was voor mij twee simpele dingen eigenlijk waarvan ik zeg, die waren voor mij positief. Laat zeker even in de reacties achter wat voor jullie positief was. Waarom het jaar positief was of juist niet. Want er zijn ook kut dingen in je leven, dat weet ik zelf ook. En die heb ik ook genoeg. Zie dat niet, weet je, zie het niet als dat andere mensen altijd een perfect leven hebben, want je ziet het alleen niet. Ze hebben het wel, alleen je ziet het niet. Klein puntje, maar oké. Niet zoals ik zei, laat even in de reacties achter waarom jij een heel tof jaar hebt gehad, of juist waarom niet. En ja, ik ben heel erg benieuwd, dus laat zeker even die reactie achter. Vergeet niet te abonneren en te reageren, zei ik al. Maar het standaard regeltje, oké. In ieder geval, te abonneren en ja, een likeje achterlaten als je dat nodig vindt. Het is in ieder geval, als je een like achterlaat, heb je wel meteen voor mij een positief deel van 2017 gemaakt. Al in de eerste paar dagen en ook voor jezelf. Want je hebt mij namelijk een positieve dag toegewezen. Heb je toch heel snel je probleem opgelost, zeg ik nou eerlijk. Nou,
In ieder geval, hartelijk bedankt voor het kijken. Zeg ik later. Dag en doei.